Ja, Niels Verkasteren, opnieuw in deze mooie omgeving van de kantine. Het is druk met vergaderen vanavond, maar dat maakt niet uit. Afgelopen zondag verloren van OSS. Uitslag doet vermoeden dat het een gelijkwaardige partij was, maar ik hoor andere berichten. Klopt. Ik vond de uitslag was in die zin in ons voordeel, want het verschil was absoluut wel groter dan de uitslag doet vermoeden. Als je zo'n wedstrijd tegen de koploper wil winnen, dan moet het ding ook meezitten. Ik moet zeggen, het eerste half uur was misschien ons beste half uur. Kregen we twee mogelijkheden. Ik denk eentje met Niels Wouters en eentje met Ben van de Nieuwenhof. Ja, goed, wil je iets in zo'n wedstrijd betekenen, dan moet je die maken. Het waren geen grote kansen hoor, maar dan moet zo'n bal moet erin gaan. Nou, dat was niet het geval. Ja, om nog heel even op één ding van Os op Os 20 van afgelopen zondag. Ja, je komt toch gewoon wat tekort met dit team om dergelijke uitslagen te gaan maken met tegen Os 20. Kwaliteit bedoel ik dan, hè? Absoluut. Absoluut. Os 20 is, het is geen toeval dat zij bovenaan staan. Ik zeg al, wil je van Os 20 winnen, dan gaat dat niet op maat van kwaliteit. Want die hebben zij meer dan ons en misschien wel meer dan alle andere ploegen. Dus daar moeten dingen wel mee zitten en op het juiste moment een goal maken. Os 20 kansen missen, goed dat wat ze ook tegen ons ook deden. Maar dan moet je zelf ook een keer weten te prikken op het juiste moment. En dan kun je een keer een wedstrijd winnen. Maar als wij dit seizoen 10 keer tegen ze spelen, gaan wij veel meer verliezen dan dat we van ze winnen. Nou, gelukkig spelen we maar 2 keer tegen, hè, hebben ze gehad. Aanstaande zondag ADO 20. Ja, dat is een wedstrijd die zou je moeten kunnen incalculeren als 3 punten. Ik wil zeggen, die moet je als 3 punter incalculeren. He, ik bedoel, ADO 20, gelijkwaardig aan blauw-geel, staan een paar plaatsen eronder nog. Daar liggen winstkansen. Ja, laatste opmerking klopt. Ja, meer als bij OSS bedoel ik. Ja, nou ja, die opmerking klopt zeker. Er liggen zeker winstkansen. Dat lag er tegen OSS ook, maar misschien hier wat meer. 3 punten incalculeren ben ik het niet mee eens. Want in deze derde divisie, dat wordt elke week weer duidelijk, zijn de verschillen heel klein. En ADO 20 hebben uit ook gewoon gelijk gespeeld. En er waren ook zeker niet de betere ploeg dan ADO 20. Dus een gelijkspel was gewoon een verdiend gelijkspel. Dus het wordt weer een wedstrijd, denk ik, die zal bepalen, op kleine details zal bepalen wie die wedstrijd gaat winnen. En uiteraard, wij spelen thuis en wij vinden dat wij van ADO 20 moeten winnen. Maar we kunnen de 3 punten er zeker niet van tevoren bij gaan schrijven. Want we zullen absoluut top moeten zijn en alles moet wel kloppen om tegen ADO 20 3 punten te pakken. Dan was het zondag in Erp en je had niet uit voorgevoel dat jullie toch gingen verliezen. Maar ik was daar in verband met een andere wedstrijd. Erp die moest thuis voetballen tegen Top. Maar daarvan tevoren speelde het tweede. Ik kan een stukje van staan te kijken. Daar zag ik best leuke voetballers weer lopen die aardig op de rit komen. Onder andere een Emmanuel, Tom Bijssel. Ja, nee, absoluut. Het is supergoed om te zien dat die jongens fit raken en hun wedstrijden kunnen spelen. En Tom heeft misschien nog wat langere weg te gaan. Maar Iem, ja, dat wisten we al een tijdje. Die heeft al een wedstrijd of 3-4 maal ons meegedaan. Nu met 92 minuten. Dus ja, Iem is er wel klaar voor om bij 1 minuten te maken. Ja, afgelopen dinsdag tegen UNA heeft hij meegedaan. 2-1 gewonnen. Nu wel. Ja, nou goed. Het zijn superleuke oefenwedstrijden. Want zij hebben natuurlijk een aantal spelers die weinig tot niet spelen. Wij hebben natuurlijk een hoop spelers die niet spelen. Aangevuld met A-junioren en dat zijn hartstikke leuke wedstrijden. En ook afgelopen dinsdag was een supermooie wedstrijd. Met 2 ploegen die willen voetballen. Nou, in dit geval trokken wij langs het eind met name de tweede helft vond ik goed voetbal. En veel kansen en mogelijkheden, dus dat zag er prima uit. Dus, en ook daar heeft Imane wel inderdaad weer een uur kunnen meespelen. Dus wat ik al zeg, ik denk dat Iem zeker klaar is om bij ons minuten te gaan maken. Ja, mooi bruggetje, Emmanuel. Want ik zag, ik heb van blauw-geel niks gehoord, maar ik kwam toevallig op de site bij, iemand tipte mij bij Veen. Ik zag dat Zain Mogal volgend jaar naar Veen gaat, volgend seizoen. Ja, nee, klopt. Ik heb Zain afgelopen donderdag weer gesproken. Toen gaf hij mij ook al aan dat hij hier zou stoppen en dat hij waarschijnlijk naar Achillesveen zou gaan. Nou ja, prima. Ja, Achillesveen meldt hem al als nieuw lid. Nee, daarom. Dus dat mag ook. En keurig aangegeven waarom hij hier stopt. En goed, dat is een goed recht en dat kan ik me iets bij voorstellen. Dus die jongen die gaat lekker bij Achillesveen voetballen. Dat kent een hoop spelers op zaterdag. Dus ik hoop dat hij hier nog van waarde gaat zijn de komende maanden. Hij is namelijk goed bezig. En volgend jaar gaat hij zijn heel elders zoeken. Ja, dat is dan een clubhopper en na een jaar weer vertrekken. Ja, maar goed. Zijn heeft echt een goede ontwikkeling doorgemaakt. Ik vind dat hij echt stappen maakt als rechtsback. Alleen ja goed, het is ook heel belangrijk dat je goed voelt binnen de club en binnen de spelersgroep. En ik denk toch dat hij met name het ultieme plezier
Hier misschien mist. Nou ja, goed, dat kan. En dan kun je beter elders gaan spelen, denk ik. Want ja. Ik denk dat plezier nog absoluut het allerbelangrijkste is om voetbal te bedrijven. Ja, tot slot, ik kan het nog wel even hebben over eventueel spelers die blijven en die gaan. Ik zal ze bij de BG Top informeren. Dat is in ieder geval nog geen namen bekendgemaakt. Ik zag onder andere Gemert en andere ploegen dat die hun namen wel al bekend hadden gemaakt. Maar kunnen we ze binnenkort ook van Blauw-Geel verwachten? Ja, er zijn wel een aantal spelers die blijven. Sander, Egmond, Sjaak, Egmond, Tom Dekkers. Tom Dekkers. Ja. Martijn van Kerstel, Ben van de Nieuwhof. Misschien dat ik zo 1, 2, 3 vergeet. Maar er zijn zeker al spelers die hebben aangegeven volgend jaar hier graag weer te spelen. Dus dat is hartstikke mooi. En al die andere spelers zijn we mee in gesprek. En er zal vandaag, morgen of volgende week meer duidelijkheid inkomen. Ado 20. Zijn er nog verrassingen in de opstelling of zijn er nog mensen geblesseerd? Ja, Desley is nog steeds niet helemaal fit, geloof ik. Klopt, Desley is nog niet fit. Gaat toch wat moeizamer. Hij is eigenlijk het herstel bezig met de groepstraining. Alleen dat valt toch steeds wat tegen. Dus die gaan we nog niet zien voorlopig. We gaan het zien zondag. Want het wordt een stormachtige zondag, Niels. Ja, dat bedoel ik niet voetbal. Maar de weersvoorspellingen, de weermodellen. Ja, nou goed. Blij met kunstgras. Dus als we op een voetballende manier onder de druk en de wind uit kunnen spelen. Dan moeten we die wedstrijd toch naar ons hand kunnen zetten.